De minister-president, Jan-Peter Balkenende, was 2 dagen op bezoek in de stad. Zijn werkbezoek begon gisteren op de Hanze Hogeschool. Hier opende hij het Hanze Forum en onthulde hij een kunstwerk. Ik was onder de indruk, moet ik zeggen, van wat daar allemaal gebeurt. Als je ziet een instelling die 210 jaar bestaat en op het ogenblik voluit gereed is voor de 21ste eeuw. Men doet geweldig goed, veel contacten met het bedrijfsleven, internationale contacten. Ook sprak de minister-president met ondernemers over de Groningse economie en de gevolgen van de kredietcrisis. Wat ik op het ogenblik merk is dat men behoefte heeft aan duidelijkheid op het gebied van kunnen we investeringen versnellen. Want natuurlijk zien we een economische neergang op het ogenblik. Met andere woorden, als je ruimte hebt om te investeren, doe dat. Dat was 1 duidelijke boodschap. De ondernemers hebben daarnaast gevraagd om procedures te versnellen. Bijvoorbeeld het verstrekken van vergunningen. Maar de minister-president denkt niet dat hij veel voor Groningen kan doen. Het zal toch vooral moeten voortkomen uit eigen kracht, uit geloof en eigen kunnen. Als ik nu zie wat er op het ogenblik hier gebeurt, een ontwikkeling van een Eemshaven, wat daar allemaal op het ogenblik plaatsvindt. Als ik zie wat er in de universitaire wereld gebeurt, of bij de hogeschool, de contacten die bestaan met het bedrijfsleven, de mogelijkheden richting Duitsland. Het is natuurlijk wel zo dat je dan moet kijken van wat kun je doen om voor de infrastructuur te verbeteren. Nou, er komt heel veel geld op het ogenblik vrij voor het noorden van het land. Nou, als dat op een goede manier wordt ingezet, ja, dan creëer je de mogelijkheden. Al met al heeft Jan-Peter Balkenende een goed gevoel over zijn werkbezoek. Hij vindt het fijn om in Groningen te zijn. Een mooie plaats volgens hem. Bent u ook een beetje ingeburgerd in onze stad? Het moet een beetje mee oppassen. Want dan gaat u natuurlijk vragen van en wat is dat en wat is dat. Ja. Dus ik pas wel op. Maar het is wel zo, ik kom er ontzettend graag in Groningen. Ik vind het een mooie stad. Maar heeft u wel geleerd wat Groningers tegen elkaar zeggen als ze elkaar groeten op straat? Dat weet ik niet. Dat moet u tegen mij zeggen. Dat is mooi. Dat is het.